Ik ben Sabine Plokker. Ik werk sinds 15 jaar in het Haga ziekenhuis als bekkenfysiotherapeut. Mijn werkdag bestaat vooral uit patiëntenzorg, polyklinisch. Daarnaast hebben we laagdrempelig overleg met de specialisten waar we veel mee werken. In MDO's worden de patiënten ook besproken. En daarnaast geven we hier scholing aan de artsassistenten. En dat is vooral van de gynaecologie, de urologie en de MDL. Het is hier heel uniek omdat we werken in een bekkenbodemcentrum. Dat zie je niet veel in Nederland in de ziekenhuizen. We werken als één team samen met de artsen, de verpleegkundigen en de collega bekkenfysiotherapeuten. Daardoor is het heel laagdrempelig en kunnen we snel schakelen voor een patiënt, waardoor we de optimale zorg kunnen bieden. We kunnen allemaal het elektronisch patiëntendossier inzien, waardoor we heel makkelijk even kunnen overleggen, ook met andere vakgroepen, om de patiënt zo verder te helpen. Ik zie in het dossier dat er nog geen continentiemateriaal geregeld is. Ik zal de verpleegkundige vragen of ze even contact wil opnemen voor een proefpakket. Nou, het Haga ziekenhuis biedt voldoende ontwikkelmogelijkheden. Ik heb zelf in de 15 jaar dat ik hier werk op alle afdelingen gewerkt. Daarnaast heb ik dry needling gedaan. Ik heb onlangs kinderbekkenfysiotherapie gedaan, waardoor je ook met het JKZ kan schakelen om kinderen te behandelen. En daarnaast heb ik de aantekening voor seksologie kunnen halen. De sfeer is heel goed op de afdeling, het is heel ontspannen. We zijn ook echt een team, iedereen is gelijkwaardig. Het prettige is dat je altijd even bij iemand binnen kan lopen als je ergens tegenaan loopt, als je iets meemaakt, zowel privé als zakelijk. En daarnaast is het ook prettig om samen koffie te drinken, te lunchen. Dat doen we geregeld ook in de beleeftuin, waardoor we lekker even buiten kunnen ontspannen en even oog hebben voor elkaar. We horen vaak terug van patiënten dat ze blij zijn met de geboden hulp en dat ze zich vooral gehoord voelen. En dat maakt voor mij dat ik heel blij word van mijn werk, aangezien de mensen al een drempel over moeten om naar ons toe te komen. Dan is mijn werkdag geslaagd.